Toen ik 6 jaar was, na mijn eerste communie, wist ik al dat ik thuiswet zou spelen. Maar toen in een tijd konden we nog niet zo vroeg starten hier op de muziekschool. Ik moest een aantal jaren wachten. En in het derde leerjaar kon je blokfluit volgen bij ons op school. En ons mama had gezegd, eerst een jaar blokfluit. Want die dacht, dat is een bevlieging. En dan kom ik er makkelijk vanaf. Het jaar nadien ben ik dan toch op de muziekschool dwarsfluit gestart. En ik heb nog altijd de centen van mijn eerste communie opzij gehouden. Want ik moest en ik zou mijn eerste dwarsfluit zelf betalen. Koppig. En ik heb die dan ook gewoon zelf betaald. En dan dwarsfluit beginnen spelen. En nu, 18 jaar later, nog altijd dwarsfluit aan het spelen. Dat klopt, dit is een alt dwarsfluit. Een altfluit is lager van klank en daardoor ook warmer en iets dieper. Een altfluit was eigenlijk geen solo-instrument, werd wel gebruikt in fluitensembles en in een aantal orkestwerken. Daardoor spelen wij een aantal stukken die bewerkt zijn, stukken voor andere instrumenten of stukken die voor dwarsfluit geschreven zijn en dan getransponeerd voor altfluit. De altfluit is wel in populariteit aan het winnen. En er zijn een aantal hedendaagse componisten die de warme klankkleur ontdekken van een altfluit en daardoor nieuwe werken schrijven, waardoor dat het repertoire wel wordt uitgebreid. Ik ga Après un rêve van Gabriel Fauré spelen. Dat is een werk dat komt uit een cyclus van 3 liederen voor zang en piano. Ondertussen zijn die bewerkt voor een heel aantal instrumenten, waaronder ook alt-dwarsfluit. Ik vind persoonlijk dat de warme en diepe klank van een altfluit mooi tot zijn recht komt.